Voor het erop draaien van teflon tape moet je altijd de kraan voor je pakken en de teflon tape moet met de klok mee, dus in dit geval met de klok mee eromheen. Je hebt twee soorten teflon tape, de 0,1, de dunne, je hebt ook de dikkere 0,5. De dunne, de meest voorkomende en degene die je bijna al verkoopt, moet 8-9 keer met de klok mee. Hoe doe je dat? Je haalt de tape eraf. En dus doen we gewoon over het schroefdraad heen. De eerste ronde is altijd het moeilijkst, want de tape glijdt natuurlijk weg. Dus het is voorzichtig even eromheen leggen. En zodra de eerste keer is, ik laat altijd een stukje uitsteken, zodat je heel makkelijk kan tellen. Dit is de eerste. Dat is de tweede. De derde. Is de vierde. Zes. Zeven. Acht en negen. Trek hem dan gewoon kapot. We draaien hem eventjes netjes met de draairichting mee. In dit geval kun je hem gewoon op een muurplaat draaien. Zorg ervoor dat hij bij het recht zit. Tot hij grip hebt. Als je grip hebt, kun je hem gewoon aandraaien. Nou komt vaak het moeilijkste met kranen. Want de kraan moet natuurlijk altijd recht blijven zitten. Een kraan heb je niks van als hij uit het lood of niet genoeg naar beneden zit. Dus je moet hem doordraaien. En als je denkt ik kan nog een keer rondje verder, dan doe je een rondje verder. Kom je nou anders uit, dan moet je opnieuw beginnen en alles eraf halen. In dit geval kom ik perfect uit en hij is al goed en waterdicht.